What is the zienswijze en of de benadering van parlementariër Ronald Hooghart wanneer het aankomt op de wet, de huurwet woonruimtes? Hoe kijkt Hooghart hier tegenaan? Dat is waarover wij met hem spraken. We voeren nu naar dit vraaggesprek. Worden gemaakt naar reden van tijd, plaats en omstandigheden. En het zijn regels die gemaakt worden om toch wel een kader te vormen waarbinnen de gemeenschap zich kan houden. Maar hier in deze gemeenschap, wie houdt zich hier aan wetten? Iedereen overtreedt de regels. Je ziet een bus staan in een inrit waar je binnen moet komen en je mag, als je iets zegt, is het oorlog, ruzie. Dus en een huurwet natuurlijk is goed om partijen te beschermen. Want we zijn vaak niet beschermd door zelfs de regels die we zelf maken. Iedereen overtreedt ze. Maar goed, het moet er zijn. Er moet ergens iets zijn om je aan vast te houden. Ik ben van oordeel dat we voor wat betreft het wonen een andere tactiek moeten bewandelen. Kijk, we zijn in de afgelopen jaren eigenlijk verwend door die overheden. Die overheden bouwen huizen voor ons. We vernietigen die huizen. We laten ze staan. Zo de boedel soms als je ze koopt. En er komt geen verbetering. Mensen moeten leren werken. Mensen moeten leren hun eigen woningen te bouwen. Er zijn groepen hier in dit land die steeds hun eigen woningen bouwen. Ze beginnen klein totdat het iets beters is geworden. Ik ben van oordeel dat die overheid, kijk, wij betalen 10% van ons salaris voor pensioen. Toch? En we hebben op onze oude dag toch iets waar we van kunnen leven. Ik ben van oordeel dat die overheid nog eens een keertje 10% kan inhouden. Laten we zeggen een 5 jaar, een 10 jaar lang. Als we nu een loonsom hebben van 3 miljard. En je neemt 10% is 300 miljoen. Toch? En ik denk met 300 miljoen per jaar kan je in feite met de tijd meelopen om in elk geval de bewoning van de mensen te regelen. Want kijk, men heeft de transformatie niet gezien in die samenleving. Vroeger woonden we met z'n allen, alle groepen woonden gewoon samen in een woning. Maar de jongeren van nu, van alle groepen hier in dit land, nu, die transformatie heeft dat met teweeg gebracht. Die willen niet meer samenwonen bij ouders en familie. Iedereen wil een aparte woning hebben. Vandaar dat het lijkt alsof er een grote woningnood is. Die transformatie heeft dat gemaakt en we zitten er middenin. Dus ik denk dat die overheid een fonds moet creëren om in elk geval die achterstand die is ontstaan vanwege de nieuwe verhoudingen, vanwege de transformatie, dat ze het kunnen inlopen. Maar de stap van jongeren om zelfstandig te gaan wonen, dat is wel te respecteren? Natuurlijk, natuurlijk toch. Dus kijkt u, opvoeding en vorming lopen hand in hand met de verdere ontwikkeling. Kijk, iemand van 18 jaar is adolescent. En die moet verder voor zijn zelfstandigheid zorgen. Maar als je thuis blijft bij je moeder tot 30 jaar, word je niet zelfstandig. En ook de kinderen die je maakt niet zelfstandig. En dat houdt de ontwikkeling achter. Maar is de wet, de huurwet woonruimte, antwoord van de regering op hun woningbeleid of huisvestingsbeleid? Natuurlijk is het een basis. Je moet altijd ergens beginnen. En ik denk dat men uit de informatie die we allemaal krijgen vanuit de werkelijkheid, dat op grond daarvan deze wet tot stand is gekomen. En namelijk ter bescherming van zowel de huurder als de verhuurder. Maar dit heeft dus niets te maken dat de regering er niet in is geslaagd om de beloofde 18.000 woningen neer te zetten? Nee, dat ding gaat niet om 18.000 man. Gewoon op politiek in Ghazani.
18.000 woningen. Het gaat om dat stukje transformatie waar we eigenlijk als gemeenschap misschien niet goed op letten. De tegenwoordige mensen, de jonge mensen, willen zelfstandig wonen. En we hebben een heel jonge bevolking, veel jongeren. En die willen zelfstandig gaan wonen en dat is beter voor de ontwikkeling. Dus het heeft niets te maken met, we hebben 18.000 beloofd. Het is dat we in feite een beetje de transformatie moeten volgen en dat komt wel. En om bij huisvesting te blijven, heer Hooghart, de president, de persoon van Boutersum, die heeft er afgelopen vrijdag in Osseer aangegeven blij te zijn met de manier hoe er nu gronden, domeingronden, worden gegeven aan mensen. Maar hij wil liever daar een versneld proces zien. Is dat niet, zeggen critici, is dat niet weer zo'n politiek tactiek, heeft dat niet allemaal met de verkiezingen weer te maken? Kijk, wat je ook zegt, wanneer dan ook. Mensen, je hebt mensen voor- en tegenstanders, dat is de wereld. Mensen zullen het altijd anders vertalen. Wat de president zegt, is duidelijk. En ik ben van oordeel dat we als klein land, vroeger een onafhankelijk land nu, toch wel op ons eigen benen staan en dat in feite de regeerders ertoe moeten overgaan om te stoppen met in feite de 500 jaar gekoloniseerde gedragingen. Want de man bij Bob ging voor kooi die een straf hoeft aan. Later de straf heeft tegen zijn overheid bouwen om ging zo maar een beetje voor kooi. Maar we hebben gezien dat overheden zich hebben uitgesloofd om woningen voor mensen te bouwen. Ik ben van oordeel dat je de mensen moet helpen bouwen, zelf bouwen, ze moeten eigen woning bouwen. Daarom heb ik gezegd, laten we beginnen bij de landsdienaren. De overheid heeft een loonsom van 3 miljard per jaar. Laten we 10% daaruit halen, van die mensen uit die mensen een zak. En met die mensen zelf werken aan zelfbouw. Zo kweek je ook ambachtslieden op dat gebied. Want wat er gebeurt is dat iedereen eigenlijk probeert een public administration of een juristenlijn te hebben. Laten we kijken naar eigenlijk de ambachten. De ambachten zijn belangrijk, heel belangrijk voor in feite de ontwikkeling in die samenleving. Dus ik sta daarop. Maar zou u in het verlengde hiervan, heer Hooghart, toch willen zeggen dat gronden in handen zijn van heel veel mensen die dat in feite niet nodig hebben? Nou, dus kijk, neem maar Jogi heeft 300 hectare. En hij praat, hij zegt heel wat dingen, maar hij heeft 300 hectare voor zich alleen. Ik, Ronald Hooghart, had de Peperhol 120 hectare ter beschikking. En ik heb, sociaal als ik ben, heb ik het gegeven aan de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling om jongeren terug te brengen in de landbouw. Maar de nieuwe leiding die daar was, die was niet content mee, ze potten die aan na konden. Ja, wat mij doen aan het doen, mijn brok en zakken. Dus ze hebben het verbeeld, dat project is kapot geslagen. En de gronden? En de gronden? Oh, zijn daar gebleven. Ik heb begrepen dat ze geoccupeerd zijn. Dus ik heb me verder er niet meer mee bemoeid. Maar dat is het. Dus we hebben, kijk, laat maar je zeggen. De kustvlakte heeft ongeveer 75.000 hectare grond. Meer dan 70.000 is in handen van de VAP'ers. Waarvan Yogi één man alleen 300 hectare heeft. Laten we elkaar niet voor de gek houden. En dan kan ik meer zeggen. Laten we duidelijk zijn op dat stuk. Maar dat zeg ik. Wat zou er dus moeten gebeuren dan? Dat het toch wel rechtvaardigd wordt? Nee, wat is rechtvaardigheid? Wat is rechtvaardigheid? Als we kijken. Dat dan ieder of elke Surinamer tenminste toch een stukje grond heeft of krijgt. Ik geloof niet in die dingen. Ik geloof dat er ieder hard moet werken om te komen wat zij wil. Ik geloof niet in het feit dat dingen zo blijven liggen. We moeten allemaal proberen harder te werken om te komen wat we willen hebben. En we moeten niet staan wachten, Lantimus Jimmy. Bye to, Rokotu.
toch? Dat komt beter. Als je, je kan toch niet in huis zitten met een aantal kinderen en wachten, overheid moet jouw of zo. Overheid moet jouw pis grond. Die loont toe. In Marokko, toen dat ik zag grond en liever met een trombus boezie. Ik zie dat we toch, dat wij veel van ons toch die attitude hebben. Omdat we zo zijn op in een benadering. Kijk, wat had je? We komen uit een koloniale situatie waar in feite je meerdere en mindere had, slaven. Ze werden slechts uitgebuit. Toch? Kijk, toevallig spraken we vandaag over Haiti. Haiti een paar honderd jaar terug is zodanig uitgebuit door de witte man. De mensen stierven bij vlagen, omdat ze hard moesten werken. Ze kregen geen medicijn, geen voeding. Toch? Als mannen bij tap niet eens 40 jaar hadden. Maar bij Marokko, iedereen schrijft en Europa is rijk geworden. Frankrijk is rijk geworden. En nog steeds zit Frankrijk Afrika uit te buiten. Ik zeg het weer, je praat over rechtvaardigheid. Frankrijk neemt meer dan 500 biljoen dollar uit Afrika per jaar. Is dat rechtvaardig? Dat is het punt wat ik heb over West-Europa en het Westen. Haiti is zodanig uitgebuit dat Haiti het armste land in het westelijk halfrond is geworden. Maar die uitbuiting is geschied door West-Europa, door het Westen, Amerika. En ze ondersteunen elkaar om in elk geval de gekoloniseerden uit te buiten. Met een Bijbel in de hand van het christendom.